Ja, deze is van Beijing. En die heb ik na Beijing gekregen. Die heb ik in mijn tennisvas gestopt. En die heb ik eigenlijk altijd erin laten zitten. Ik won daar een bronzen medaille in het enkelspel. Toen wel redelijk onverwacht, omdat ik nummer 8 van de wereld was. Ja, we gaan proberen die prestatie weer neer te zetten. En het liefst nog een treetje naar links of naar rechts te gaan. Ja, het kriebelt wel heel erg, moet ik zeggen. Want je bent de laatste weken er heel erg mee bezig. Je bent aan het trainen. Je wordt er toch telkens overal waar je komt. Wordt gevraagd, ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Afgelopen zaterdag was mijn moeder jarig. En dan kom je dus bij je familie. En dan is iedereen, hoe is het? En hoe voel je? En ben je klaar? En heb je je spullen al gepakt? En eigenlijk voel je je dan best een beetje schuldig naar je familie toe. En althans naar je ouders. En soms ook naar mijn vriendin. Want ja, het gaat eigenlijk altijd alleen maar over tennis. Ik ben nummer 1 van de wereld geweest. Ik sta op dit moment nummer 3 van de wereld. Ik heb dit jaar een Grand Slam gewonnen. Ik bedoel, ja, dan ben je dus kanshebber voor een andere kleur dan brons. En het liefst altijd goud natuurlijk. Iedereen gaat voor goud. En ook ik. Maar nu strijden we zeker met 14 mannen om 3 medailles. Nou ja, dat kun je nagaan dat een hele strijd zal worden en een hele opgave. Maar ik vind, ik heb goede resultaten neergezet dit jaar, vorig jaar. En ik vind dat ik dat van mezelf wel, dat ik dat hardop mag uitspreken. Toen ik voor het eerst op toernooi ging bij mijn huidige vriendin, heb ik dit hartje meegekregen. En die heb ik toen in mijn tennistas gedaan. En die zit er ook al ruim 5 jaar in. En die gaat in elke tennistas gaat die weer terug erin. En die neem ik dan mee op toernooi. Dus ook dit is iets wat altijd in mijn tennistas zit.